Ik ben Paul van Tongeren. Ik heb het boek over, samen met Trudy Admiraal over Jacoba en groep 2000 geschreven. En ik ben ook de kleinzoon van Hermannus van Tongeren, de grootmeester van de vermetselaren, die in het begin van de oorlog een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de oprichting en de ontwikkeling van de groep. En daar wil ik het even over hebben. Hermannus van Tongeren was officier van het KNIL en diende in Indië en werkte met name bij de genie en legde bruggen aan over ravijnen voor de spoorweg. Hij leefde dan bij zo'n brug en Jacoba in haar vroege jeugd was bij hem en leefde dan in een verplaatsbare ambtswoning bij de brug met haar vader, de militair, en een baboe. En dat heeft ook een grote band betekend tussen hun beiden. En hij heeft haar ook zowel opgevoed, militair opgevoed, met militaire discipline, en ook haar onderwijs gegeven. Jacoba heeft nooit onderwijs gehad op een lagere school, maar dat heeft allemaal haar vader haar geleerd. Dat deed opa in Indië, hè, dus bruggen bouwen, andere zaken. En in 1916 ging hij met pensioen, werd actief in de vermetselarij en van 1922 tot 1936 was hij voorzitter van de loge in welks gebouw wij nu staan. Daar was hij voorzitter van, dus vandaar ook dat ik ook dankbaar ben dat we dus ook hier deze opname mogen doen. Hij werd heel snel dus geroemd om zijn wijsheid, zijn visie en hoe hij met mensen omging. En in 1929 werd hij al grootmeester van de vermetselaren. En nou, dat heeft hij goed gedaan, heb ik begrepen. Maar wat ook in dit kader van belang is, hij heeft vanuit de principes die hij had, heeft hij ook in de dertiger jaren duidelijk stelling genomen tegen de nazi's, tegen wat er in Duitsland gebeurde. En omgekeerd was het zo dat de nazi's zeer gebeten waren op vrijmetselaren, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Er zijn zelfs grootmeesters in andere landen, zijn nadat de Duitsers een land bezet hadden, dat ze de grootmeester hebben onthoofd. Wat toch ook een vrij bijzondere manier is om te tonen dat je dus echt af wil rekenen met deze mensen. Toen in 1940 de Duitsers binnenvielen, wist hij en wist Jacoba ook dat dit een hele kritische periode in zijn leven was. En Jacoba schrijft ook van ze wist dat dit ook het einde van haar vader zou zijn aan wie zij zo gehecht was. Zij praten veel. Op dat moment, 40, was Jacoba kerkelijk maatschappelijk werkster. Maar ze hadden een sterke band en ze hebben het ook veel hierover gehad. Hij vroeg ook meteen aan het begin van de oorlog, vroeg hij Jacoba, die dat nog wel kon doen, en hij kon het niet, want hij was natuurlijk meteen iemand die in de gaten werd gehouden, maar de vroege Jacoba, die dat makkelijker als kerkelijk maatschappelijk werkster kon doen, om, laat ik zeggen, ledenlijsten, alle andere attributen van de vermetselarij in veiligheid te brengen en omdat zij makkelijker door het land kon reizen, dus af te leveren bij vermetselaren. Dat deed ze. En de Hermannus zette ook eigenlijk meteen vanaf, laat ik zeggen, 15 mei 40, zette hij spionageactiviteit op, samen met ook Troostwijk. Troostwijk was ook een vermetselaar, ook een KNIL-officier, die had een grote band. En samen hebben zij dus met anderen spionageactiviteit opgezet. Daarnaast was het zo, en dat is ook het bijzondere en wat niet zo zichtbaar tot nu toe is geworden, dat als grootmeester had hij toch
vrij grote bekendheid in Amsterdam. Die oversteeg alleen de vrijmetselarij. En veel mensen roemden hem om zijn integriteit, zijn evenwicht. Het was een bijzonder iemand met veel wijsheid. En wat gebeurde, was dat de jonge oprichters van het illegale blad Vrij Nederland, en dat waren echt jonge knapen die net de middelbare school af werden gekomen, zo even net in de 20 of even ervoor, die zochten zowel naar mensen die hun konden steunen met het opzetten van dat blad, als ook met spionageactiviteiten. Dus dat kwam heel snel bij elkaar. Ook een belangrijk vrijmetselaar, die was directeur van het gemeentelijk trambedrijf. En een trambestuurder, een van de zoons van een trambestuurder, die werkte mee aan dat illegale Vrij Nederland. Die had zijn vader wel horen praten over, maar die Van Tongeren, dat is een generaal, was hij dus buiten dienst. En die weet heel veel en die heeft heel veel contacten. Dus die was, Jan van der Neut, die was echt zeer vasthoudend in ik wil met Hermannus van Tongeren praten. En via Jacoba is dat contact tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot steun aan het illegale blad in meerdere terreinen. Dus dat je kunt zeggen, ja, in een bepaalde manier stond ook de Jacoba en Hermannus van Tongeren stonden ook aan de wieg van dat illegale blad Vrij Nederland. Die steun die hij gaf was enerzijds, dat bijvoorbeeld hij, zijn typemachine leende hij uit aan het, dus het eerste nummer van Vrij Nederland is getypt op zijn typemachine. Maar hij steunde ze ook financieel, met een briefje van 1000, wat toch veel meer, 10.000 was als je het omrekent, of meer. Maar ook met, en dat is vooral ook belangrijk, met belangrijke contacten door het hele land. En dat was zowel voor Vrij Nederland, als voor het illegale blad, als voor het spionagenetwerk van groot belang. En daarin vervulde ook Jacoba weer een hele belangrijke rol. Jacoba heeft met haar vader de ledenlijst van de vrijmetselaren doorgenomen. Die moet je opzoeken, voor die en die zaken. En Jacoba reisde dan en haar motto was dan bij binnenkomst: ik ben Jacoba van Tongeren, namens mijn vader zeg ik u, de orde roept u. En dan gingen zeer veel deuren gingen open en mensen die meegingen werken aan het verzet. Misschien toch ook weer één belangrijke voorbeeld hiervan, veel later in de oorlog, was het zo dat ze echt de groep, die had ook EHBO-posten en diensten en richtte kleine noodhospitalen in Amsterdam. En die hadden behoefte aan veel meer materiaal. Toen ging Jacoba verkleed als verpleegster, want die rol kon ze ook vervullen, klopte ze aan bij de GGD, gemeentelijke GGD hier in Amsterdam, en diende zich aan als Rode Kruis verpleegster. En zei, ik wil de directeur spreken. Nou, ze werd binnengelaten. En bij binnenkomst zei ze, ik noem nu mijn naam, maar die moet u meteen weer vergeten. U heeft dit niet gehoord. Ik ben de dochter van de grootmeester. En ik heb machtiging van de grootmeester om te zeggen tegen u, de orde roept u en kunt u meewerken aan het volgende verzetswerk. Daarna werd de hele GGD werd geschakeld in allerlei activiteiten. En tot en met het transporten van halve ziekenhuizen naar Duitsland werden dan door het verzet, dus voortijdig werden ze dan die onderschept, die transporten. Maar dit als voorbeeld hoe dus vrijmetselaren op belangrijke posities en zo werden ingeschakeld. Dat, laat ik zeggen, de betrokkenheid bij Vrij Nederland duurde eigenlijk maar, 8 maanden of zo. Want voor jaar 41
was er al verraad sprake. En in die beginfase van het verzet, helemaal bij jonge lui, wat deze waren, wisten ze niet zo precies waar ze allemaal reuzen op moesten letten. En ja, ze liepen gewoon met lijstjes namen, liepen ze rond. En ja, bij de een werd die adres gevonden, die. Dus maart, april, mei 41 werden er 65 medewerkers van Vrij Nederland en een paar andere illegale bladen, allemaal gearresteerd, eigenlijk het hele kader toen. Wat toen de voornaamste activiteit was van groep 2000. Jacoba dook meteen onder en wist hieraan te ontkomen. Maar dit was voor haar een van de lessen die ze zich herinnerde van haar vader. Haar vader, Hermanus van Tongeren, was toen ook al omgekomen in Sachsenhausen. Hij was in maart naar Duitsland getransporteerd, 41, en vrijwel meteen daarna omgekomen in dat kamp. Wat zij zich herinnerde van haar vader was enerzijds dat hij ook heel erg had gezegd: maak een beleid, maak een strategie. Veel van dat verzetwerk, hè, de waarschuwde ervoor, is braniedom, stoere dingen. Ga dat planmatig, hè, en ga dat opzetten. Dat was één ding. Tweede was: gebruik nooit namen. Dat had hij echt haar ingepeperd. En toen dus al die mensen met wie zij samenwerkt werden opgepakt, was het voor haar glashelder. Dit kan ik niet nog een keer, mag dit gebeuren. Dus ik moet een code ontwikkelen. En haar vader had haar al eigen gemaakt met hoe militaire codes in elkaar zitten en hoe ze dat zou kunnen doen. Het was niet helemaal uitgewerkt, maar wel de principes en zo. Dus dat is ze meteen gaan doen. En laat ik zeggen, nou, midden, eind 41 kwam het niet meer voor dat mensen namen noemden. Men sprak elkaar aan alleen in code, wist ook niks anders van iemand. Dus het was 2014, kun jij doen. 702, ik wil dat jij dat doet. Ook toen Jacoba haar memoires schreef, wat de basis voor het boek is, was dat nog in code. Ik moest het decoderen. Zij noemde geen namen. Dat was haar zo door 5 jaar ervaring ingeprent, dat zij had alleen die codenummers, noemde zij. En ik moest in een lijstje dan weer gaan opzoeken wie bedoelt ze ook weer, want dat hou je als buitenstaander niet meteen. Dus die code heeft zij ontwikkeld. Eén element van de code is dat bijvoorbeeld met name bij de groepsleden. Er waren in totaal 140 groepsleden. En aan het eind van de oorlog. En daar was dan A is 1. Het werd dat dus letters werden omgezet in cijfers. 1 en dan een verbindingsnul. En dan het nummer van binnenkomst in de groep. Nou, dominee Aris, die had nummer 102. En weer iemand anders had 700 zoveel. Zo. Dus dat was één onderdeel. Daarnaast was het een veel complexere code in relatie tot adressen en de 4500 onderduikers. Aris was dus 102. Een ander voorbeeld was haar eigen code. De 20ste letter van het alfabet is T. En Jacoba had dus 20, verbindingsnul. En dan nummer van binnenkomst. En dat is 0. Dus zij was 2000. Alle mensen met wie ze te maken hadden kenden haar als 2000. De groep had 3 jaar lang geen naam. En steeds meer werd het de groep 2000. Vanwege de code die zij had. Die code heb ik ook nagevraagd bij NIOT en dergelijke. Een code zo systematisch wordt gebruikt, niet alleen voor 140 groepsleden, maar ook voor duizenden onderduikers, is uniek. En dat is een van de dingen waardoor de groep 2000 dus toch wel af en toe ook bij Dr. L. de Jong genoemd worden, omdat ze die code zo ontwikkeld hebben. In maart 1945 bezetten de Duitsers het kantoor van de groep, vinden daar lijsten met duizenden namen, duizenden mensen lopen dus groot gevaar. Als ze dat
toen hadden geweten wat daarachter zat, nou, dan waren er misschien duizenden mensen omgekomen. Maar de Duitsers konden de code niet kraken. En de code lag toen verstopt onder een drempel in het kantoor. En het was een frommelig, laat ik zeggen, envelop met 6 hele dunne blaadjes. En daar stond de code helemaal op uitgewerkt. Maar die code, dat heeft dus daarmee ook ongelooflijk veel mensen gered. Dat was eigenlijk het begin van de groep. Dus eerst die ontwikkeling en eigenlijk de steun aan Vrij Nederland. Midden 41 was het dus duidelijk, Vrij Nederland, daar doen we niks meer mee. Dat is dat wordt gekapt. Hè. En we moesten zich opnieuw uitvinden. En toen hebben 3 vrijmetselaren, Troostwijk, Kroon en Hoekstra, die hebben met Jacoba hebben dus eigenlijk inhoud gegeven aan een nieuwe invulling. En dat was hulp aan onderduikers. En hoe doe je dat? Dat was natuurlijk ook niet iets wat je uit een handboekje even zo haalt. En dat betekent dan vinden van onderduikadressen. Uiteindelijk voor duizenden mensen dus. Persoonsbewijzen, valse persoonsbewijzen. Dus hoe doe je dat en hoe kom je daaraan? En voedselbonnen. Voedselbonnen dus zowel betrekken op legale of illegale manier van distributiekantoren of een knokploeg inschakelen of zelf een knokploeg hebben, want dat had de groep ook. En meehelpen aan het overvallen van distributiekantoren en dat je daardoor weer duizenden voedselbonnen bemachtigt. Dus dat is de tweede fase van de groep, dat die opnieuw helemaal begon. De eerste fase was dit, waar toch in opzet en in doordenking, het planmatig het opzetten en met de code Hermannus van Tongeren, wat ik hier dus expliciet wil noemen, grote rol heeft gespeeld. Naast Hermannus waren ook 10 vrijmetselaren heel actief in deze groep en dat was ook zeer belangrijk. Hermannus wil ik tenslotte nog van zeggen, dat je kunt, wat de Jong ook zegt, dokter L. de Jong, een moedig man, anderen zeggen ook een nobel man, een wijs man en die velen wist te inspireren.